De HEMA introduceert een eigen lijn tablets en telefoons. Ik bespreek met jullie de HEMA smartphones H3 en H5. De H3 is een middelgrote smartphone met een 4,5 inch scherm. Hij kost 100 euro. De H5 is iets groter, met een 5 inch scherm. Het prijskaartje is 159 euro. Hoe goed zijn de HEMA smartphones? We hebben ze even in gebruik gehad. De HEMA smartphones draaien Android 4.4 software. Lekker bij de tijd. En ze zien er best oké uit. Als je tenminste geen bezwaar hebt tegen het HEMA logo achterop. Beide telefoons zijn echte budgettoestellen. De specificaties zijn wat mager en ze blinken nergens in uit. Hier en daar zijn er echte minpunten. De goedkope H3 heeft vooral een matig scherm. Er hangt een grauwe zweem over. Wit is niet echt wit. De camera's voor en achter schieten donkere plaatjes. Videofilmpjes afspelen is een drama. Het beeld wappert. Het 4 GB opslaggeheugen in de H3 is wat karig. Van die 4 blijft trouwens maar 1,3 GB over voor de gebruiker. Je kunt wel extra geheugen bijplaatsen in de vorm van een geheugenkaartje, maar apps laten zich daar niet altijd op installeren. Je kunt dus tegen geheugengrenzen aanlopen. Het werkgeheugen is een halve gigabyte. We hebben voor dit geld betere budgettoestellen gezien, zoals de Motorola Moto E of de nieuwe Vico Bloom. Betaal je 60 euro meer, dan koop je bij de HEMA een veel betere telefoon, de H5. De H5 heeft oppervlakkig wel iets weg van de iPhone 6. Het gaat natuurlijk om een totaal andere telefoon. Zo draait er Android op en is de performance een stuk minder. Niet zo gek voor een telefoon die 4 keer zo goedkoop is. De H5 is in ieder geval wel lekker slank, 0,7 centimeter. Toch blijft het een fors ding. Hij is daardoor niet zo goed met één hand te bedienen. Dat geldt trouwens voor alle smartphones met een 5 inch of groter scherm. Het scherm is behoorlijk goed, met een fijne HD-resolutie en sprankelende kleuren. Wit is ook echt wit op de H5. Het 32 GB opslaggeheugen is niet uit te breiden, maar het zal voor de meeste gebruikers wel voldoende zijn. De voor- en achtercamera's van de H5 zijn beter dan die van de H3. Ze schieten frissere beelden, maar nog steeds niet meer dan snapshot-kwaliteit. Opvallend bij de H5 is dat de achterdeksel niet is te verwijderen. De accu kun je dus niet zelf verwisselen. De simkaart breng je in het gesloten systeem met een laadje aan de zijkant, zoals bij de iPhones ook moet. Beide telefoons hebben nog iets leuks. Er kunnen 2 simkaarten in. Je bent dan op 2 telefoonnummers tegelijk bereikbaar. Zelf bellen en internetten op maximaal 3G-snelheid kan maar via 1 simkaart tegelijk. Duidelijk minpunt op beide toestellen is de speaker. Muziek uit de telefoons klinkt echt beroerd, heel schel. Conclusie: de H3 van 100 euro heeft eigenlijk te veel minpunten om hem aan iemand te kunnen aanbevelen. Van de 2 HEMA-telefoons komt de H5 het beste uit de verf. Hij maakt voor zijn 159 euro best een redelijke indruk. Maar let op, er zijn voor dit bedrag waarschijnlijk genoeg goede alternatieven te vinden. Zie de test mobiele telefoons op onze website www.consumentenbond.nl.